Goeiedag, beste WWA Latijn Wiskunde, WWW. En Economie Wiskunde, sorry. We gaan een keer kijken naar 2.1, de gemiddelde en de standaardafwijking van een dataset. Dat is een eerste puntje bij hoofdstuk 2, de normale verdeling. Ik zou eerst vragen om oefening 1 te maken. Ik zet even op pauze en dan toon ik direct de oplossing. Goed, dus oplossing van 1 is gewoon alles optellen en dan kom je 0 uit. Hè. Je moet ermee rekening houden dat je dus inderdaad 2 negatieve waarden hebt en 3 positieve. Maar je komt 0 uit, omdat er afwijkingen zijn. De gemiddelde afwijking van die 5 waarden zal dus door te delen door 5 ook 0 zijn. En voor het tweede, dus dat is de veralgemening, probeer dat uit te rekenen en ook daar moet je voor 0 uitkomen. Hè. Bewijsje. Je kunt het even op pauze zetten. Voilà. En nu gaan we naar gemiddelde en standaardafwijking van een dataset. Goed, misschien even naar het theoretische kader. Dus in de tweede graad heb je al centrummaten gezien. Gemiddelde ken je als centrummaat, mediaan. Dat zijn de twee bekendste, de modus, ik weet niet of je die nog herinnert, dat is hetgene dat het meest voorkomt van gegevens. En dan heb je ook spreidingsmaten, dat zijn eigenlijk twee getallen, hè, dus de centrummaten en in het algemeen de spreidingsmaten. Die twee getallen zeggen iets over al die aparte individuele waarden, hè. Wij gaan spreidingsmaten, dus dat zat erbij, de spreiding van de gegevens rond het midden. Is dat groot gespreid of klein gespreid? Hè? Wij gaan kijken naar gemiddelde en standaardafwijking, die we hier even hernemen. Hè. Voor de definitie van het gemiddelde denk ik dat je dat nog wel weet. Hè? Alles optellen en delen door n. En we zijn dus in de n-lijnde oefening geweest naar een soort van spreidingsmaat door de gemiddelde afwijking te bekijken. Maar dat leverde geen goed resultaat op, want die gemiddelde afwijkingen, dus alle afwijkingen bekijken en die onder n, leverden 0 op. Dus dat is niet bruikbaar als spreidingsmaat. Dus hoe zouden we dat nu kunnen wel oplossen? Waarbij we rekening houden met individuele waarden en toch een soort van gemiddelde berekenen. Wel, we zouden kunnen op de eerste plaats absolute waarden nemen om die negatieve effecten weg te werken. Een tweede mogelijkheid, dat is dat we zouden kunnen kiezen voor te kwadrateren. Het is die weg die we volgen. Dus jullie hebben het ook in het derde gezien trouwens, of in het vierde jaar starten denk ik. Waarbij we gekeken hebben naar de kwadraten van de afwijkingen. Dus elke meetwaarde met het gemiddelde, gaan we kwadrateren, dan kan die inlijnde oefening 1 en optellen en delen door n. Dus die uitdrukking die je hier krijgt, noemt men de gemiddelde, omdat je gedeeld hebt door n en opgeteld eerst. De gemiddelde kwadratische, het zijn allemaal kwadraten, afwijkingen. Dus de gemiddelde kwadratische afwijking, kortweg, men noemt dat de variantie. En noteert men dat met sigma kwadraat. Dus het Griekse symbool voor de S, sigma kwadraat. We gaan daar dan een tweede spreidingsmaat voor definiëren, en dat is de standaardafwijking. En dat is de vierkantswortel van dit getal. Ja. Dus men noemt dat de standaardafwijking, en dat is dan zonder dat kwadraat, gewoon met de sigma geschreven. Nu, dat lijkt een beetje raar dat men zo'n ingewikkelde spreidingsmaat gebruikt. Hè. En waarom gaat men in godsnaam dan nog een keer een vierkantswortel daarvan nemen? Ik kan dat misschien best al illustreren met iets van de volgende bladzijde. Stel dat je 5 broden hebt in gewicht in gram die 5 waarden. Als je het gemiddelde daarvan berekent, dan heb je 807,4 gram. Dus wanneer wij nu de variantie berekenen als spreidingsmaat, dan gaan we de afwijkingen bekijken. Dus x1 min dit, x2 min dat en zo verder en telkens kwadrateren. Delen door 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5 waarden, sorry, er zijn 5 waarden, maar we delen door 4, ik kom daar straks op terug. En dan kom je uit voor s kwadraat 53,80.
Nu, het probleem is bij die tweede machten dat die 53,80 een waarde is die uitgedrukt is in gram kwadraat, omdat je kwadraten neemt. Hè. En gram kwadraat, ooit al een keer zo'n brood gegeten, dat lukt niet goed. Hè. Dus dat heeft geen betekenis, dat getal. Vandaar dat we nog een keer de vierkantswortel ervan nemen, zodat die eenheid ook terug correct is met de gegeven eenheid. Dus 7,33. En dan is dat effectief gram. Dus vandaar de standaardafwijking is wel een goede spreidingsmaat die een soort van gemiddelde afwijking uitdrukt tegenover het gemiddelde. Waarom juist die 4 en geen 5? We gaan daar een keer naartoe kijken. Dus ik ga terug over naar hier. Goed, wat blijkt als je steekproefgegevens gebruikt, dus echt van een steekproef, denk aan de broden. We kunnen moeilijk alle broden gebruiken en wegen van heel het land, dat gaat niet. Dus ik hou een steekproef. Dan blijkt voor de spreiding dat je bij de variantie sigma kwadraat een waarde krijgt die systematisch iets kleiner is dan de werkelijke variantie van de populatie. Dat is een beetje te klein. Omdat je altijd je steekproefwaarde is niet de exacte populatiewaarde. Dus zit daar een marge, een foutmarge zou ik kunnen zeggen. En daardoor gaat uw sigma kwadraat eigenlijk niet correct zijn als spreidingsmaat. En men kan aantonen, men kan dat bewijzen, dat is misschien voor het hoger onderwijs, je weet, je kan nooit weten, dat je dat bewijs nog krijgt later. Maar men kan aantonen dus dat bij een steekproef, dat we niet moeten delen door n, maar door n min 1. En dat is dan wel een betrouwbare schatting. Dus we noemen dat de steekproefvariantie, dus let erop, het is nu met s kwadraat. Het enige verschil is dat we delen door n min 1 in plaats van door n. En dan heb je ook voor de steekproef standaardafwijking, ook terug een deling door n min 1, wel te verstaan onder die vierkantswortel. Dus we hebben de populatievariantie en populatiestandaardafwijking. En we hebben ook de steekproefvariantie en steekproefafwijkingen. En dus daarvoor gebruiken we de gewone S, voor de populatie gebruiken we de sigma. Oké? Goed. Wanneer dat we straks oefeningen maken, dan kan je die gegevens ook weergeven in een scherm. En dus die weergave in het scherm, dat gebeurt via ten eerste gegevens invoeren met stadsedit. Dus stadsedit. En dan in lijsten ga je de getallen invoeren. Als je de lijst verlaat en dan opnieuw in plaats van kiest voor stadsedit, voor stadcalculation, dan krijg je met één varstads de volgende lijst. En de steekproefstandaardafwijking staat daar weer gegeven met die SX. De populatiestandaardafwijking is de sigma x. Die is altijd wat kleiner dan de sx. Oké. Wij maken de afspraak dat we zijn bezig met statistiek. Dus naar steekproeven toe gaan wij altijd met s en s kwadraat werken. Nee, steekproefstandaardafwijking en steekproefvariantie. Oké. Dus dan hebben we de volgende bladzijde het voorbeeld die ik nu overlaat. Ik heb het besproken. En dan nog iets over niet-resistente centrum- en spreidingsmaten. Wanneer een dataset uitschieters heeft of niet-symmetrisch verdeeld is, dan heeft dat zijn invloed op het gemiddelde en de standaardafwijking. Die gaan beïnvloed worden daardoor. En men zegt dan dat het gemiddelde en S niet-resistent zijn. Ze hebben geen weerstand tegen uitschieters. Laten we een voorbeeld nemen, terug van de broden, en dat er daar een charrel of de machine hadden fout gemaakt, en er komt een broodje uit van maar 650 gram. Wanneer dat je in het vorige voorbeeld wel correcte gemiddelden vindt, die waarden dicht bij 807 gram, dan heb je een vrij kleine standaardafwijking. In het boek kan je al zien dat de standaardafwijking hier veel groter is. Met een eerste meetwaarde 650, krijg je een veel grotere afwijking voor de eerste en krijg je plotseling een veel grotere standaardafwijking. Oké? Dus die zijn niet resistent, dat betekent gevoelig voor uitschieters.
Een tweede voorbeeld, waarbij dat je bijvoorbeeld de bruto lonen vergelijkt in België. En dan zie je dat de verdeling op de x-as heb je het bruto loon in euro per maand. En dan procentueel deel van de voltijdswerkers langs de y-as. En dan bemerk je dat de meeste mensen die zitten hier in die categorie. Maar je hebt ook een categorie van de bevolking die heel wat meer verdient dan de doorsnee mens, zou ik zeggen. Zelfs op het einde heb je plotseling een nog veel grotere piek. Dat komt omdat alles wat meer is dan 6000 samengevoegd wordt. Goed, wat zien wij? Dat het gemiddelde wordt scheef getrokken naar rechts. Dus je krijgt een scheve verdeling, noemt men dat. En dus het gemiddelde is daar heel gevoelig voor extreme waarden, voor uitschieters. En dat heeft tot gevolg dat eigenlijk meer dan 50% van de bevolking, moet ik kijken, stel dat je hier een weegschaal, een punt van de weegschaal legt, dan gaat die weegschaal doorslaan naar links, omdat hier veel meer mensen zijn die in die inkomenscategorieën zitten. Ja? Moest je bijvoorbeeld de mediaan gebruiken als spreidingsmaat, dan krijg je wel een waarde of een goede centrummaat, die, omdat de mediaan juist de middelste waarde neemt tussen de eerste 50% kleinste inkomens en dan de volgende 50%. Dus met de mediaan die zal meer hier liggen, meer naar links, terwijl het gemiddelde scheef getrokken wordt naar rechts door de grootverdieners. Goed. Een symmetrische verdeling, ik denk dat dit voorbeeldje wel duidelijk zal zijn. En dus ook ja, betrouwbaarheid. Meestal zijn symmetrische verdelingen goed om het gemiddelde te berekenen of te gebruiken als centrummaat. Oké. Voilà. Dat is het einde van het blokje theorie. Probeer misschien oefening 2 dan te maken. Bij 2 gaat het over twee typen batterijen. De eerste vraag, moet maar ik lezen dan, bepaal op basis van de grafische voorstelling, dus men bedoelt dit hier niet met uw rekentoestel. En voor de tweede vraag is het handig om dat te berekenen met het rekentoestel, omdat ik gedaan te hebben met die lijsten. U hoeft ze daarvoor niet alle twee te berekenen, berekent dat een keer voor type A, en dan kunt u achteraan in uw boek kijken voor type B en een keer vergelijken. Oké, veel succes!